Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben sportprofessional, maar ik ga vandaag helemaal niks doen met gezond leven. We hebben een totaal andere video die ik al heel lang geleden beloofd heb. Ik ga je namelijk alles vertellen over mijn krullen die er ineens zijn en mijn krullenroutine die daarbij hoort. Als je me langer dan een paar maanden volgt, dan ken je me waarschijnlijk eigenlijk alleen maar met stijl haar. Ineens sinds een paar maanden is daar deze slag of krul of hoe je het ook wil noemen. En ik krijg er dan ook heel vaak vragen over van hoe heb je dat voor elkaar gekregen. Ik ga het je proberen uit te leggen. Het is een lang verhaal. Ik heb alles wat ik wil vertellen hier op een papiertje staan. Dus laten we maar snel beginnen. Allereerst is het heel belangrijk om te vertellen dat ik deze krullen of slag, of laat het maar even krullen noemen voor de makkelijkheid. Maar ik kan me voorstellen als je zegt van nou, dit is meer een slag, dit is geen krul. Ik vind het allemaal prima. Maar eigenlijk had ik dit altijd al, alleen ik wist het niet. Ik heb zelfs een keer een haarroutine video gemaakt en daar heb ik ook mijn haar laten zien zoals het natuurlijk was. Ik zal ook even een foto hierin plaatsen en dan zie je dat er eigenlijk al wel een krul in zit. Heel lichtjes, maar ik dacht dat het gewoon een enorme pluizenbos was. Dus ik deed het altijd of met een stijltang of met een foamborstel maakte ik het stijl. Daarnaast heb ik ook wel eens beelden laten zien, bijvoorbeeld op onze honeymoon, dat ik net in de zee had gezwommen en dan zie je ook dat mijn haar een klein beetje gaat krullen. Ik las een paar maanden terug, volgens mij ergens in november of zo, las ik ergens van iemand die zei van ik wist helemaal niet dat ik krullen had. Ik dacht altijd dat ik een enorme pluizenbos had. En toen dacht ik, wacht eens even, wat als ik ook eigenlijk krullen heb, maar dat die er gewoon niet uitkomen. Ik ben me toen gaan verdiepen in de Curly Girl methode op aanraden van jullie. Ergens in januari was ik aan het worstelen met mijn krullen en het lukte allemaal niet. En toen kreeg ik een aantal reacties van Marloes, dat moet je gaan doen, want dat werkt heel goed. Allereerst heb ik twee Facebookgroepen opgezocht en dat zou ik je zeker aanraden als je dit ook wil gaan doen. Wat ik wel wil benadrukken is dat het dus alleen werkt als je van nature krullen hebt. Niet als je krijgt geen krullen van deze methode. Het is alleen dat jouw natuurlijke krul zeg maar versterkt wordt en naar boven gehaald wordt. Ik heb me dus aangemeld voor twee Facebookgroepen. Allereerst de Curls Cult. En ten tweede de Facebookgroep Curly Forever. Die eerste, de Curls Cult, wat een rot woord om vaker uit te spreken, vind ik echt by far de meest fijne. Dus die zou ik zeker aanraden. En daarin staat precies vermeld wat je moet doen. Het is echt een heel uitzoekwerk. Begin bij de basisbestanden en ga lezen. Lezen, lezen, lezen. Dan wordt al heel snel duidelijk wat het idee is achter deze methode. Het belangrijkste is dat je een aantal dingen gaat vermijden die schadelijk zijn voor je haar. Bijvoorbeeld sulfaten, siliconen, mineralenolieën en uitdrogende alcoholen. Ook ga je hitte zoveel mogelijk vermijden en je gaat wrijving vermijden, zodat er zo min mogelijk pluis ontstaat. En dit alles is dus bedoeld om je natuurlijke oliën die in je haar zitten, om die weer te laten herstellen en je haar weer terug te maken in zijn oorspronkelijke basis. Want door zeg maar bepaalde shampoos en zo te gebruiken, strip je je haar van die oliën die het eigenlijk zo hard nodig heeft. Dat is het hele idee achter de Curly Girl methode. Je begint met het uitzoeken van jouw haareigenschappen. Ik dacht vroeger altijd van je hebt gewoon haar. Maar nee, er blijken dus 100 verschillende types haar te zijn. En dat staat ook precies in die Facebookgroep. Zijn er verschillende testjes die je kan doen om te weten wat voor haar jij hebt. En daaruit ga je producten kiezen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het vreselijk lastig vond en ik kwam er ook niet helemaal uit wat voor haar ik precies heb. Dus ik ben gewoon maar begonnen. En dat is ook mijn tip aan jou. Als je niet precies weet hoe of wat, ga gewoon beginnen. Want na een aantal weken ga je echt wel merken welke producten wel voor jouw haar werken en welke niet. Ik raad je ook aan om te beginnen met goedkope producten. Er zijn hele dure producten op de markt. Eén fout die ik gemaakt heb is dat ik zeg maar op advies van een kapper bepaalde shampoo en conditioners waren geloof ik allebei echt iets van 17 euro of zo. Die heb ik gekocht en thuisgekomen kwam ik erachter dat ze helemaal niet passen in de Curly Girl methode. Misschien zijn het hele goede shampoos en conditioners en ik gebruik hem nu ook af en toe. Dus daarom twijfelde ik ook een beetje of ik al deze video wilde maken. Want ik ben nog niet 100%
100% helemaal vertrouwd met deze methode. Ik merk alleen wel dat het gewoon heel goed voor me werkt. Maar begin dus met basic goedkope producten. Je kunt ook producten kopen gewoon bij Kruidvat en bijvoorbeeld bij de tuinen, bij Ethos. En dat staat er ook allemaal in die Facebookgroep, staan voorbeelden van producten. Ik wil je vandaag ook mijn hele routine vertellen / laten zien. Allereerst, ik was mijn haar 2 keer per week. De echte curly girl methode zegt dat je je haar zo min mogelijk moet wassen. En de meiden die dit al langer doen, die wassen alleen eigenlijk maar met conditioner. Dus niet met een shampoo. Ik merk dat het voor mijn haar, ja, het werkt gewoon nog niet helemaal goed. Dus ik kies ervoor om 1 keer per week te wassen met een milde shampoo. En daarvoor heb ik deze hele lieve kindershampoo van Schwarzkopf. Dit is trouwens allemaal niet gesponsord, hè. Daar was ik het 1 keer per week mee. En na dat wassen gebruik ik of een conditioner. Maar wat ik heb gemerkt is dat een deep conditioner, deze die heb ik bij Big Bazaar gekocht. Die wordt heel veel aangeraden in de groep. En voor mij werkt die ook gewoon heel goed. Ik merk doordat ik mijn haar jarenlang met de föhnborstel heb gedaan. En heel veel hitte heb gedaan. En ik blondeerde het. En het is heel erg beschadigd. Dus ik heb gewoon meer deep conditioner nodig. Dus wat ik vaak doe is wassen. En daarna deep conditioner. De andere keer, de 2e keer in de week, was ik het met conditioner. Dus dan doe ik conditioner, heel veel conditioner in mijn haar. En dan ga ik heel goed, zeg maar, wassen. En daarna doe ik een deep conditioner in. Dat is ook wat ik nu ga doen. Want dan kan ik je zo goed mogelijk mijn hele routine laten zien. Ik ga nu dit keer wassen met conditioner. En daarna deep conditioner erin doen. Zo, dat zit erin. En wat ik nu heb gedaan, is een stukje vershoutfolie, ja, lach niet. Een stukje vershoutfolie, zie je het hier zitten? Ja, hier zie je wel een stukje. Het zit plastic overheen. En daar overheen heb ik een handdoek gedaan, zodat het goed, zeg maar, warm kan worden. Ik kan broeien of zo, want volgens de methode gaan dan de haarschubben helemaal openstaan. En dan kan dat masker nog dieper mijn haren in om het goed te voeden. En als het goed is, als je haar dus gezonder is, is 1 keer per week een haarmasker doen meer dan genoeg. Maar omdat mijn haar zo beschadigd is, vind ik vaker doen ietsje fijner. Ik laat dit 30 tot 45 minuten intrekken, dus ik ben zo bij jullie terug. A few moments later. Het is 40 minuten later en wat ik nu ga doen is het uitspoelen. En dat doe ik, schrik niet, met koud water. Dat doe ik tegenwoordig altijd na het douchen. Het laatste spoel ik mijn haar uit met koud water. Ik doe zelf, zeg maar, ik ga aan de kant staan, ik buig voorover en dan zet ik die handdouche, zeg maar, op mijn haar. Zodat niet de rest van mijn lichaam koud wordt, want ik ben echt een pussy wat dat betreft. En wat ik dan ook ga doen, oh wacht, die heb ik hier liggen. Ik ga het uitkammen met deze grove kam. Dat is ook echt het enige moment dat je je haar kamt. Als het echt zeiknat is. Want als je krullen gaat kammen als het droog is, dan wordt het één grote pluisbos. Dus alleen als het zeiknat is, kam je je haar. Dus dat ga ik nu doen. Uitspoelen, kammen en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, vanaf nu wordt het interessant. Ik heb dus druipend nat haar. Normaal doe ik het dus in de douche. Ik heb hieronder een handdoek liggen, zodat niet mijn hele woonkamer nat is straks. Maar nu ga ik de producten erin doen. Wat ik er eerst in doe is normaal gesproken een leave-in conditioner. Ik heb deze van de tuinen, maar die is op. Wat ik ook in de Facebookgroep las, is dat je prima een conditioner kunt gebruiken als leave-in conditioner. En dat werkt inderdaad ook goed. Ik ben er trouwens achter gekomen dat voor mij producten met eiwit erin, of proteïne zoals ze het noemen, met proteïne erin, dat werkt heel goed voor mijn haar. Maar dat wil niet zeggen dat het ook voor jouw haar goed werkt. Ik heb ongeveer zoveel conditioner. Dat ga ik verdelen over mijn handen. Dan ga ik het op deze manier een beetje over mijn haar verdelen. En dan scrunch ik het er helemaal in. Dus ik ga echt maar naar boven knijpen. En zo werk ik het hele product in mijn haar. En dan hoor je dus echt ook zo'n squash. Hoor je dat? Dus het is niet de bedoeling dat je het vocht eruit knijpt. Maar dat je langzaam het product helemaal in je haren werkt. En nu zie je al eigenlijk dat je de krul erin aan het kneden bent. Oké, en dan is het nu tijd om gel of mousse te gaan toevoegen. Ik heb heel veel verschillende soorten, of best wel veel verschillende soorten gel geprobeerd. Ik heb mousse geprobeerd, maar het allerbeste werkt voor mij zelfgemaakte gel. Jawel, zelfgemaakte gel van lijnzaad.
Er staat een recept voor dit ook in die Facebookgroep die ik net noemde. En ik dacht eerst dat ik het eerst hoorde, ik dacht van ja hoor, weet je, wat klonk ook naar mijn idee heel viezig. Maar dit is echt voor mij de beste gel die ik tot nu toe heb gehad. Ik neem een flinke hoeveelheid. Je moet echt best wel veel gel toevoegen. En dat ga ik verdelen over ongeveer 3 stukken van mijn haar. Dus ik neem zeg maar zoveel voor eens 1/3 van mijn haar. Dat ga ik aanbrengen op de volgende, op dezelfde manier als die leave-in conditioner. Dus ik verdeel het over mijn handen. En dan gaat het zo in ongeveer 1/3. En dan ga ik het weer inknijpen. En dat doe ik dus ook met de rest van de stukken van mijn haar. De gel zit goed in mijn haar en mijn haar is dus nog steeds zeiknat. En wat we nu eerst gaan doen is ploppen. Jawel, dames en heren, ik heb veel geleerd in de afgelopen tijd. Je neemt een t-shirt of een microvezelhanddoek. Want je gebruikt bij deze methode geen normale handdoek, want daar schijn je dus pluis van te krijgen. En wat ik doe, ik leg mijn haar zeg maar hierin en dan knoop ik een t-shirt op mijn hoofd. Zo, dit wordt echt steeds charmanter. Maar hierdoor kan je krul dus een beetje zetten. Geen idee waar het precies goed voor is. Maar ik merk wel dat mijn krullen er steviger door worden. Dus je laat het eventjes zo zitten. Meestal is dit het moment dat ik bijvoorbeeld make-up ga doen of zo. Of iets anders ga doen. Ik doe dit ook heel graag. Het is een hele routine natuurlijk. Dus ik doe het ook heel graag op een zondagavond en zo. Of zo. En het lijkt ook heel veel romslomp. Maar ik vind het eigenlijk wel een soort van heerlijk pamper momentje. Het is ongeveer 10 minuutjes later. Wat ik nu ga doen is dit eraf halen en ik ga mijn haar eventjes grof drogen met datzelfde t-shirt. Dus dan knijp ik het zeg maar zo droog om alvast wat vocht eruit te halen. Zo, en wat ik nu ga doen is het feunen met een diffuser. Dat doe ik ook op de kop. Ik doe zeg maar mijn krullen er zo in en dan laat ik het gewoon drogen. Dit duurt normaal gesproken heel lang. In het begin dat ik dit aan het doen was, ik kom even achter mijn krullen vandaan. In het begin kreeg ik alleen maar pluis als ik met een diffuser ging drogen. Dus dan liet ik het helemaal aan de lucht drogen. Inmiddels heb ik het idee dat de pluis wel meevalt. Dus kan ik het wel weer drogen met de diffuser. Ik doe dat op de zachtste stand en ook op de koudste hittestand, zeg maar. Nou, nu is het al een heel stuk droger. Nog niet helemaal droog, maar ik vind het fijn om het laatste stukje gewoon aan de lucht te laten drogen. Dus dat ga ik doen en als het helemaal droog is, dan ben ik weer bij jullie terug. Oké, mijn haar is droog. Of om heel eerlijk te zijn is het nog een heel klein beetje nat, maar heb ik gewoon geen zin meer om langer te wachten. Het is nu nog wel, zeg maar, hard van de gel. En wat ik nu ga doen is met een soort van satijnen sjaal is dat eruit knijpen, zeg maar. Je kunt het ook met je handen doen of met een microvezelhanddoek. Maar ik krijg het beste resultaat met zo'n sjaal. Zo, en dan is dit uiteindelijk het resultaat. Het is dus nu nog een heel klein beetje nat, maar dat droogt vanzelf wel op. Wat ik verder nog heb veranderd in mijn routine is dat ik ga slapen met een hoge staart. En dan doe ik echt bovenop mijn hoofd met een scrunchie, zodat mijn haar niet beschadigt, doe ik er staart in. En ik doe ook zo'n soort sjaal over mijn kussen heen, zodat het zeg maar glijdt. Want op een normaal kussen ga je meer pluis te krijgen. Een satijnen kussen, dat zou ook heel goed werken, maar die heb ik niet, dus ik doe het zo. En verder, als ik 's ochtends wakker word, dan zit de krul er echt niet meer zo mooi in. Ik merk wel dat het steeds beter gaat, maar ja, ik moet dan het gewoon weer even refreshen, zoals ze in de Facebookgroep noemen. Wat die meiden heel vaak doen, is met zo'n soort plantenspuit, zeg maar het helemaal nat spuiten. En dan weer een beetje leave-in conditioner of een klein beetje gel erin en dan zit het bij hun goed. Ik merk zelf dat het voor mij niet werkt. Dus wat ik doe is ondersteboven in de douche hangen. Doe ik gewoon met mijn kleding aan en dan met de douchekop het helemaal nat maken en uitkammen. Dus iedere ochtend kam ik het uit, maar dat kan dus alleen als het nat is. En dan doe ik er weer een beetje gel of leave-in in en dan is het bij mij helemaal goed. Dan doe ik het dus weer of even met een diffuser of ik laat het aan de lucht drogen.
Verder zou het heel goed helpen om naar een speciale krullenkapper te gaan. Ik heb dat gedaan. Hier in Groningen ben ik naar de stadskapper geweest. Alleen ik kan er echt niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Omdat ik geen ervaring heb met mijn krullen zonder die methode, zeg maar. Dus ja, ik merk dat het goed zit en dat het fijn zit. Wel heb ik van een ex-collega gehoord dat zij echt heel erg enthousiast was over de stadskapper. Dus ja, maar er staan ook in die Facebookgroep staan ook tips voor kapsalons. Ook in andere steden. Verder kost het vooral heel veel geduld. Niet alleen op de dag zelf, want je bent er dus best wel veel mee bezig. Wat ik heel erg leuk vind, want ik ben er echt zo'n tuttebel wat dat betreft. Maar ook, het duurt gewoon een tijd voordat jouw krul echt helemaal mooi is. Ik merk dat het nu al veel mooier zit dan 2 maanden geleden. Maar als ik bijvoorbeeld hier kijk, hier is het dus nog wel een beetje nat. Maar hier zitten echt wel... sterkere krullen. Ik hoop dat je het goed kan zien. Nee, volgens mij kan je het helemaal niet zien. Maar ik denk, wat ik eigenlijk wil zeggen, ik denk dat mijn haar nog sterker gaat krullen als ik dit gewoon 2 jaar of zo blijf doen. En dat is ook wat ik in de Facebookgroep lees, dat als je het pas 2 jaar doet, dan zie je pas echt hoe je haar gaat zitten. Dus misschien heb ik dan nog wel meer krullen, wie weet. Momenteel, je moet het zo zien, als eerst was het vooral heel veel frustratie en het wordt steeds minder frustratie en steeds meer liefde voor mijn krullen. Wat ik wel heel erg mis, dat zeg ik je heel eerlijk, is mijn oude kleur. Ik vind die coole kleur die ik had echt heel erg mooi. Maar ja, om mijn haar gezonder te maken moet ik het eerst even een tijd niet kleuren. Maar ik denk er wel heel erg aan om een methode te vinden waarbij ik toch een beetje een coole kleur kan terugkrijgen. Wat niet heel schadelijk is voor mijn haar. Ik weet niet of het bestaat, maar ik hoop het. Als je iets weet, let me know hieronder. Dan was dat heel veel informatie. Ik ben dus geen professional, dus alsjeblieft wijs me niet op dingen die niet kloppen, want die kunnen er heel goed in zitten. Dit is alleen hoe ik het doe en hoe ik het ervaar. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. Ik zou het je super leuk vinden als je je wilt abonneren op mijn kanaal. Daar help je me ontzettend mee. En je blijft al mijn video's zien die ik plaats. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten of jij ook krullen hebt en of je het heel erg anders doet. Of dat je nog tips voor mij hebt. Dat zou ik super fijn vinden. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!